hier dit. Wow! Gebruik ik dus allebei gewoon niet. Dit is dus vriendelijk inbakeren. Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik geloof dat ik al een aantal keer aan jullie heb verteld dat ik wat ander soort video's ook wil gaan uploaden. Omdat jullie er wellicht iets aan hebben. Dit is dan ook een video waar echt al vaker naar gevraagd is. En daar is hij dan eindelijk. Er zijn ten eerste superveel dingen die je gewoon echt pas nodig hebt na de eerste 3 maanden. Dus die tel ik allemaal even niet mee. En ik wil alvast even een boodschap geven voor alle vrouwen die zwanger zijn en die op dit moment dit kijken. Is je hebt echt niet alles nodig. Er wordt soms gewoon een beetje misbruik gemaakt, denk ik, van de hormonen van de zwangere vrouw. Je komt binnen in zo'n winkel en je ziet gewoon zoveel dat je echt denkt van wow, wacht even, ik moet nu een verhuiswagen gaan halen, want ik heb alles nodig. Ik dacht echt dat ik overal super laat mee was. Oh, ga nooit naar de Action wanneer je hoogzwanger bent. Maar no worries, echt waar, wanneer die hormonen weer een beetje stabiel worden in je lichaam, realiseer je dat het echt zwaar overtrokken was. Ik vind een draagdoek echt heel erg fijn. Ik heb ook een draagzak, maar ik ben erachter gekomen dat in het begin, wanneer je babytje nog heel erg klein is, dat een draagdoek beter is. De snoesbaby was een combinatie van een draagzak en een draagdoek. Die vond ik ook fijn. Deze draagdoek is van Moore. Het is een combi-kottie. Die is ook heel fijn. Maar was niet mijn ding, omdat Jax nogal veel huilde. En op het moment dat hij huilde, was ik zo erg in stress dat ik niet kon bedenken hoe ik dat ding in godsnaam om moest krijgen. Het geeft een beetje een geborgen gevoel aan je babytje. En wanneer je hem vaak op de bank bij je hebt, of haar, is het ook nog eens iets veiliger, omdat hij er minder makkelijk vanaf kan rollen. Wel is het echt alleen maar voor de eerste periode, want nu op dit moment gebruik ik ze dus niet meer. Jax is nu 5 maanden trouwens. Natuurlijk een babykamertje, ledikantje. Maar het meest belangrijke vind ik toch wel de commode. Commode is echt je werkstation, zeg maar. Je werkplek waar al je spulletjes in liggen. Als je niet al te veel budget hebt, of eigenlijk ook gewoon als je dat wel hebt, kan ik je echt aanraden om dit op Marktplaats te kopen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik ben gewoon naar een babywinkel gegaan. Ik heb gekeken welk setje ik mooi vond. En ik heb gekeken of ik dat merk ook kon vinden op Marktplaats. En voilà, ik had voor 500 euro echt een super mooi setje. Die normaal over de 1000 euro kost. Ook nog een goede optie is bijvoorbeeld, dat zie je ook steeds vaker, gewoon bij de IKEA een commode kopen of een ledikantje of ergens anders. Maar in ieder geval wat meer budget of misschien tweedehands. En het dan leuk oppimpen met bijvoorbeeld je eigen knopjes erop maken en dat soort dingetjes. Een wiegje voor in de slaapkamer is voor mij echt een must-have. Want ik heb Jax in de eerste 2 maanden niet in zijn eigen kamer gehad om te slapen. En in die periode heb ik hem naast mij gehad in dit wiegje. En dat is echt heel erg fijn. Je kunt er een co-sleeper van maken. Co-sleeper vind ik ook echt heel erg handig. Zeker wanneer je gewoon echt borstvoeding krijgt, eruit moet voor voedingen. Nou ja, ik geloof mij, iedereen moet eruit voor voedingen. Dus het is gewoon sowieso heel fijn. En het voelt ook heel veilig, omdat je je babytje goed in de gaten kunt houden en hem toch dicht bij je hebt. En je kunt er niet op rollen. Nou, dan heb je natuurlijk gewoon de verzorgingsproducten. Daar kan je niet omheen. Die heb je echt wel nodig. Een pakje luiers, thermometers, doekjes, hydrofieldoeken. Die heb je ook zeker wel nodig. Maar ik vind toch wel dat die hydrofieldoeken van de HEMA, zoals die, echt het fijnst zijn. Dat geldt trouwens ook voor de rompertjes en de kleding van de HEMA. Ik weet niet, maar het voelt zo fijn en het is zo rekbaar. Dus ze kunnen het zo lang aan. Maar ook daarover wil ik alvast waarschuwen. Kleertjes, echt waar. Je moet er echt niet te veel van kopen. Want het is zo erg zonde. Zeker de eerste paar maanden. Zelf had ik ook wat meer willen nadenken over de jaargetijden. Ik had bijvoorbeeld heel veel kleertjes met lange mouwen, terwijl Jax de zomer inging. Dus het sloeg helemaal nergens op. Dit was voor mij in het begin ook echt een must-have. Omdat ik inbakeren in het begin nog een beetje eng vond. Maar dit wel al aandurfde. En dit is dus vriendelijk inbakeren. De
armpjes gaan er dus wel in. Maar dan heb je dus niet dat je baby zichzelf de hele tijd wakker stoot met zijn armpjes. Dus ik vond het heel fijn. Ik heb nu ook de grotere versie trouwens. Nou, naar zijn bedje brengen. Nou, serieus, dit badje en de standaard gebruik ik dus allebei gewoon niet. Gelukkig heb ik deze heel goedkoop tweedehands gekocht. Bij ons staat het badje gewoon in de badkamer op de grond en daar doe ik hem dan altijd in bad. Je moet trouwens de babykleertjes natuurlijk wassen met wasmiddel zonder parfum enzovoort. Maar hier was ik iets te enthousiast in geweest met mijn zwangerschapshormonen. Hier heb ik dus echt mega veel van gekocht, dus ik heb ze nu nog steeds, terwijl het helemaal niet meer nodig is. Dit is onze luieremmer, die is van Ubi. Je kunt hem ook met dit knopje op slot doen, dat hij niet open kan. Heel veel dingen die kan je gewoon echt pas beter later kopen, omdat het heel erg afhankelijk is per kindje. Zo is Jax bijvoorbeeld helemaal gek van dit soort dingen. Knisperdingen, doekjes, knuffeltjes. Echt alles waar hij aan kan friemelen en wat hij vast kan houden vindt hij heerlijk. Terwijl Yola dat helemaal niet zo erg had. Speentjes is trouwens ook zo één. Je krijgt er waarschijnlijk wel vanzelf eentje in een of ander pakket of van iemand. Gebruik die gewoon als speentje. Want in het begin was hij helemaal niet van speentjes. Speentjes moeten kinderen soms ook een beetje leren. En toen gaf ik hem deze. Die hadden we gekregen van Baby Matters. Het zijn er twee. Ik geloof van het merk Elodie. Dat zijn nu zijn favorieten. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon een berg aan Bibi en Difrax speentjes. Maar ja, die wilt hij nu niet. We hebben dan de Mama Roo. Die maakt zo'n beweging. Dat schijnt overigens beter voor het babytje te zijn. En er zijn echt wel momenten geweest dat het voor Jax heel erg heeft geholpen. Maar zoals misschien veel van jullie ook weten, heeft Jax veel last gehad van krampjes en andere onrustigheden. En daarbij was het echt een uitkomst, dat ding. In het begin heb je natuurlijk je kraampakket nodig en daarin zit al het een en ander. Maar wat nog handig is om erbij te hebben is de thermometer. Ik had er trouwens twee, eentje voor mezelf en eentje voor hem. Maar achteraf is eentje ook goed genoeg, want je hebt gewoon alcohol en watten. En daar maak je het dan mee schoon, dus dat is ook gewoon prima. Kruiken is nogal een beetje afhankelijk natuurlijk van in welke periode jij een babytje krijgt. Jax is in maart geboren en ik heb kruiken niet gebruikt. Ik had er wel zo eentje van Soeselie en die gebruik ik nog steeds, dus ik vind hem wel heel erg fijn. Best wel onnodig. Ik had gewoon in het ledikantje wat in de babykamer stond, had ik gewoon opgemaakt. Eén lakentje, één dekentje. En in het wiegje had ik gewoon een lakentje, een dekentje en nog een extra lakentje. Hoeslakentje, zeg maar. En verder had ik geen moltons, geen dingetjes. De kraamvrouw die kijkt daar ook naar en die haalt dat volgens mij vaak ook weg. Voeding BH, omdat ik borstvoeding geef en omdat mijn borsten gewoon echt mega stuwing hadden. Maar je kunt ook gewoon kiezen voor de hele grote, fijne, losse sport BH's. Dat werkt ook wel als het maar los zit. Los zit, los zit. Absoluut echt een paar maat groter dan dat je eigenlijk hebt. Dit bedoel ik dus met simpele voeding BH's van de H&M. En natuurlijk omdat je borsten daarna weer teruggaan in hun normale formaat, kun je het beste gewoon maar zo goedkoop mogelijk kopen. Sowieso voor de eerste periode echt. Echt serieus. Pyjama's. Joggingpakken. Boxers. Echt oversized. XXL. Je wilt ze zo groot mogelijk. Ik had trouwens altijd zo'n mandje die ik dan onder mijn arm mee naar beneden en mee naar boven nam. En volgens mij zitten hier nog steeds die dingen in van toen. Elastiekjes. Paracetamol. Een speentje. Oh, deze pakte hij trouwens in het begin ook. Ja, dat kon je helemaal vergeten. Tepelcreme. Deze van de Kruidvat is trouwens ook een must-have, want hij is de helft van de prijs van die van Madela bijvoorbeeld. En er zit gewoon precies hetzelfde in, het is gewoon precies hetzelfde spul. Qua flesje is gewoon één flesje is prima, is genoeg. En oh ja, qua kunstvoeding, omdat je natuurlijk ook al zou je misschien borstvoeding willen geven, toch wel fijn is wanneer je wat kunstvoeding in huis hebt voor wanneer de kraamvrouw ineens besluit dat je moet gaan bijvoeden. Dan kun je ook van die kleine zakjes kopen, dat je gewoon alleen een zakje hoeft open te maken. Want ik moest dus een hele bus openmaken voor 20 milliliter, wat ik ooit heb gebruikt om bij te voeden. En uiteindelijk ben ik nooit verder gegaan met kunstvoeding, dus ik heb die hele bus kunnen weggooien. Maar het blijkt dat je dus ook kleine zakjes kunt kopen. Dat is misschien wat voordeliger.
oude stoeltje is natuurlijk wel een noodzaak. Want wanneer jij in het ziekenhuis gaat bevallen, dan zul je toch echt je babytje in de maxicosi mee naar huis in de auto willen meenemen. Want anders heb je gewoon geen manier om hem mee te nemen. Wij hebben de Jolly, die kun je zo openklappen, dat hij wat platter wordt. Dus wanneer jij van plan bent om op vakantie te gaan en lange afstanden te rijden, is dat ook echt een aanrader. Een kinderwagen. Een kinderwagen maakt voor mij zoveel dingen zoveel makkelijker. Zoals boodschappen doen. Ik deed eerst nooit lopend boodschappen. En nu doe ik altijd lopend mijn boodschappen. Die gaat onderin. En klaar ben je. Het is echt zo erg fijn. Daarom heb ik dan ook rekening gehouden met een kinderwagen met een grote bak onderin. Waar veel boodschappen in konden. Dat vind ik echt heel erg fijn. En verder gewoon, ja, hij moet gewoon stevig en veilig zijn. Dat vind ik belangrijk. Een beetje je kindje leren kennen en kijken wat hij of zij gewoon prettig vindt. En dan komen de dingen echt vanzelf wel die je wilt gaan aanschaffen. Zoals bijvoorbeeld een kinderstoel. Ja, de kinderstoel is gewoon echt een must-have natuurlijk. En hij staat daarom ook op alle uitzetlijstjes. Maar een kinderstoel kun je ook makkelijk gewoon nog na 3 maanden of zelfs 4 maanden of 5 maanden gaan kopen. En natuurlijk dat verkleiningsbakje om op je eigen hoogte hapjes te kunnen geven. Maar die hapjes ga je natuurlijk ook pas vanaf 4 maanden geven. De box is wel echt een must-have voor mij, omdat je je babytje gewoon even veilig moet kunnen neerleggen. Mijn voedingskussen heb ik ook heel erg veel gebruikt in het begin, vooral met voeden. Maar ook 's avonds, 's nachts al, dat ik ermee sliep. Ik heb er een hoes omheen van Kuka. Echt, dit is de beste hoes ooit, want dit is zo lekker zacht. Dit is badstof. En jongens, ik vergeet het helemaal te zeggen. Een borstkolf, wanneer je borstvoeding gaat geven. Ik heb laatst een heel artikel geschreven op mijn website over borstkolven. Dus ik zou zeggen, kijk daar even als je wilt weten wat ik van borstkolven vind. Er zit een topfunctie op. Hier dit. Dat is dus van dat ruis, wat ze heel fijn vinden. Dat kun je ook gewoon op je telefoon aanzetten trouwens. Maar het is natuurlijk heel fijn als je dat op zo'n ander dingetje hebt, want anders moet je je telefoon steeds in de kamer leggen. Hartstikke bedankt voor het kijken en abonneer als je het nog niet bent, want er komen vaker van dit soort extra video's aan. Dankjewel, doei doei! Rock that joint.